Nou, ik ben Denzel. Ik ben als 5-jarige jongen ben ik hier binnengekomen als rechtsbuiten. En ja, langzamerhand ben ik omgetoverd tot een rechtsback/centrale verdediger. Het is mijn 15e seizoen, dus ik hoop zo snel mogelijk in het stadion te kunnen schitteren uiteraard. Daar werk ik elke week keihard voor. Ik hou van duels, ik hou van tackles, ik hou van het ruigen van het spel. Dus ja, verdedigen is echt mijn ding. Nou, ik moet zeggen, het is een hele vage herinnering, maar ik denk dat ik werd gescout van mijn oude club. Dat was HOV bij het Kralingse Bos. En toen moest ik één keer meekomen trainen hier bij Feyenoord. En sindsdien ben ik niet meer weggegaan eigenlijk. Veel tegenslagen ook gehad, maar ja, ik denk dat ik altijd wel gewoon rustig ben gebleven en mijn ding ben blijven doen. En dat is het belangrijkste om te komen waar je wilt komen, denk ik. En dat een van die tegenslagen is denk ik je knieblessure, waar je onder andere op doelt. Waar denk ik veel mensen je een beetje door leren kennen, hoe wrang dat ook is. Maar toen werd je naar Merendeer wel een beetje genoemd als een van de talenten om op te letten. En ineens had je die knieblessure, ja, kan je nog eens teruggaan naar die tijd en uitleggen hoe zwaar die tijd was? Ja, het was best een zware tijd, moet ik zeggen. Je ziet elke week die jongens hier trainen. En ik revalideerde bij het eerste, dus dan daar al helemaal, zeg maar. Als je die jongens ziet trainen op dat mooie niveau, dan ja, werk je elke dag keihard om ook op dat niveau te willen komen. Enzo is een jongen die karakterlogisch fantastisch in elkaar zit. Die altijd voorop gaat in de strijd, die hard wil werken. En die, ik moet hem ook de complimenten geven van hoe hij terug is gekomen. En dat wordt ook beloond. Hij zat ook afgelopen week zat hij bij de eerste selectie in Marseille. Nou, dat heeft hij verdiend. Krijg je jezelf af en toe in de arm van, nou, mooi dat ik hier toch op een bepaalde manier onderdeel van uit mag maken? Ja, vooral toen ik in het stadion zat. Want toen was het wel dat ik bij mezelf dacht van oké, ik loop hier nu wel rond, uiteraard als jeugdspeler. Maar het was prachtig om mee te maken, ja, zeker. Daarmee denk ik ook extra inspiratie. Je zei net, hè, de Kuip is de droom. Dat je denkt van oké, een paar jaartjes, dan wil ik degene zijn die hier bijvoorbeeld in het Velodrome of een ander Europees stadion voor Feyenoord hier op de rechtsbackpositie staat. Maakt me niet uit welk stadion het is, maar zolang ik er maar sta. En ook niet welke positie, als je er ook bij staat. Zolang ik maar speel, dan maakt het mij niet uit.